Een nieuwe piepje met vier onderwerpen en zoals altijd helemaal aan het eind. We, we, gaan, we gaan het ook helemaal uitmelken. Een heel klein beetje Activision Blizzard, maar niet heel erg veel. Uh, we beginnen namelijk wel met Blizzard um, en we beginnen met iets en ik zet gewoon even het trailertje aan omdat die zo ontzettend fijn is. Daar komt hij. Eh, daar komt hij hoor. Oh, oh. Dan moet ik natuurlijk weer dit weer niet doen. Maar dan doe ik het weer even zo. Uh, Diablo 4. De beta is. Um, was dit weekend de, de closed beta boos? Dus ik had ja. maar twee codes. Dus, maar aankomend weekend kan jij ermee aan de slag? Oh, ik kan, ik het, kan niet wachten. Ik heb er echt zin in. Ja, het is. Het is pff, ik heb me zo ontzettend uh, van kunnen genieten van dit weekend. Het is fantastisch. Ja. Um, maar laten we eerlijk zijn. Vrijdag deed de beta het. Niet of nauwelijks. Um, ik schakelde in. Wachttijden van 94 minuten om in de, in de queue te komen. Uh, dan kwam je in de queue. En dan werd je eruit geflikkerd. En dan mocht je weer 94 minuten wachten. Um, drama, drama, drama. Okay. Zaterdag was dat probleem. En dat moet ik ze dan ook wel weer uh, meegeven. Totaal verholpen. Ja, dan hebben ze gewoon service bijgeschakeld. Maar ik vind het uh, opvallend dat Activision uh, Blizzard mm -hmm. dit probleem... Vaker ik ja? zie het namelijk ook bij Warzone. Mm -hmm. bij. Warzone heb ik uh, de laatste tijd, vooral in, de, in het weekend bijvoorbeeld, dan merk je gewoon van het is shit, is volledig overbelast. Het werkt niet. Yeah. Um, ja, je komt niet in die servers, ik weet niet wat het is. Nee. nee, nou, waar ik het over wil hebben in dit specifieke geval, want ik vind serverproblemen bij een game die gewoon commercieel uit is, vind ik, uh, vind ik een no-go. Ik bedoel, dan, als je er veel geld, veel geld mee verdient, dan kun je niet zeggen ja, maar dat zijn dan piekmomenten en dan, uh, dan pik ik dat maar even, want uh, de rest van de week is het dan weer rustig. Dat, dat is niet zoals je met consumenten omgaat. Mm -hmm. Kijk, ik, ik op een gegeven moment tweet ik daarover van. Hé hey jongens, uh, ik wil dit echt heel graag spelen. En ik was er helemaal klaar voor, en ik moet fucking 94 minuten wachten. En dan word ik eruit geflikkerd. Um, niet cool, weet je. Een aantal mensen zeiden van ja, kom op. Het is een bed, hè? Dat soort shit. Uh, oh, dat gebeurt nou helemaal. Toen zei ik van nee, dat, want wat wa deze bed was een early access. En die early access was beschikbaar voor mensen die de game gepre-ordered hadden. Dus er zit een commercieel. Verhaal aan vast. Ja. En um, op het moment als jij mensen laat betalen, want ze moeten een pre-order doen, en ik weet dat je kunt het allemaal weer terugdraaien, maar dat doet het niet. Toe. Mensen willen die beta spelen en nemen dus een dienst af, dan kun je gewoon niet zeggen: vind ik van oké, okay, sorry, hij doet het niet gewoon. Nee, ik, maar ik, ik begrijp niet waarom mensen sowieso pre-orderen. Zeker niet om het, even iets eerder te spelen. Ja, fuck, je weet dat het beter is. Maar goed, oké. Okay. Um, Ik vind het gewoon niet zo'n slim idee het, om dit te doen. Waarom moet die game uh, online zijn? Is, dat, is het uh, local multiplayer? Uh, um, multiplayer ja, het uh, is always online. Uh, nou, je ziet ook andere spelers. Je kunt samen met spelers bepaalde opdrachten gaan doen. Uh, je kunt het ook helemaal alleen spelen. Uh, maar het is die, die, er komen constant ook instances en, 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 en extra dingen die je kunt doen, omdat die online zit. Dus het heeft wel. Mijn functie vond het niet heel vervelend. Maar ik vind, en je ziet het de laatste tijd de hele, hele tijd: een beta is bedoeld voor het testen van balans, mix, bugs, glitches en serverproblemen. En het wordt steeds vaker ook ingezet om pre-orders te regelen. Of uh, word lid van de EA Play Club en dan heb je gewoon voortaan voorrang bij beta's of dan mag je spelen. En als hij het je dan niet doet. Ja, ik vind het niet chic en ik vind eigenlijk ook niet dat beta's verkocht moeten worden. Ik vind gewoon, uh, als jij maar, weet ik wel 1 miljoen mensen wil toelaten, ga je het verloten. Ja. Zo simpel. Want dan kun je altijd zeggen, ja sorry, het werkt niet. Maar nu vind ik gewoon, ik, ja, ik vind niet dat je daar zomaar overheen kan stappen. Mensen hebben een dag lang voor iets wat ze betaald hebben niet kunnen spelen. Ja. Mensen gaan met z'n heur vinden, maar fuck it. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb dubbel gevoel over Ik heb echt zoiets van, ik snap ook wel dat ze een beetje moeten... Um testen. Misschien mm -hmm. mag er iets uit. Misschien is er een technische reden. Het is natuurlijk een beta. Ik weet het allemaal niet, man. Ik vind het zo uh, lastig om iets over te zeggen. Ja. Het is wel makkelijk om altijd te zeggen van schande, schande, schande. Mm -hmm. 9 van de 10 keer is dat ook terecht natuurlijk, omdat gewoon Activision er per definitie waarschijnlijk actiefste bende van maakt. Um, ik hoop dat het verholpen is straks als die game live gaat. Dat denk ik wel. Um, nou ja, we gaan het dit weekend zien, hè? want dan gaat de hele wereld gaat het spelen. Okay. Um, en... Ja, wat ik al zeg, van zaterdag, zondag was er niks, mee aan, niks aan de hand. Alleen, um, ja, dat, dat koppelen van een beta aan. aan, aan, aan Komt hij vanaf, wereld... vanaf dag één op uh, Game Pass? Eh... Uh, ze zeggen van niet, maar ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat die deal niet rond is. Ja, tuurlijk, dat ze willen ja. geen ammunitie geven van zo, oh, diablo ook al, weet je, dan nee. gaan ze daar weer over zeiken. Dus ze zeggen van uh, iemand van Blizzard heeft gezegd, we hebben nog nooit daarover nagedacht en voor ons is dat niet echt een, is dat zeer waarschijnlijk geen optie. Dus hij laat ook wel al die deurtjes een beetje openstaan. staan. Mm -hmm. um, ik heb wel zoiets van dit is een game die ik ook gewoon waarschijnlijk vol ga kopen uh, als we niet al te veel codes krijgen, want dit is wel iets uh, wat ik gewoon heel graag wil spelen. Ik heb daar verder niet zo'n probleem mee. Maar daar is officieel is het antwoord nee. Oké. Okay. Ja, nou goed, dat okay. gaan we zien. We gaan het zien. Um, goed, ga ik even de fantastische trailer afzetten. Uh, um, even kijken, want we gaan naar een rapport toe van onze vrienden van een nieuw zoo die uh, bekijken elk ja. jaar even de. Staat van de industrie. Dit is 2022. Dit is post-corona, als het ware. Het eerste jaar waarin weer gewoon een beetje op een normale wijze in de, leven, in de wereld geleefd konden worden. En mensen dus ook allerlei andere hobby's weer konden uiten: in het park lopen, vissen, uh, bovenop elkaar staan in een club, weet ik allemaal wat. En um, of dit nou wel of niet gevolgen heeft gehad. In ieder geval is er minder geld verdiend aan de verkoop van games. Hoeveel minder geld? Um, Dan gaan we nu even kijken. Eh. Uh, Even kijken. Nieuws nieuws, nieuws report reveals. 2, 2%. Ja, 2.2%. Uh, uh... Oh, nee, nee. Sorry. Pc is 2.2 naar beneden. Console is 4.2 naar beneden. Ja. Digital physical PC games 1.8. En browser precies. Nou, whatever. Nou van ja. Ik moet zeggen, uh, ik vind trouwens wel de derde Vind ik best wel um, uh, opmerkelijk. Omdat. Um, even kijken hoor. Disco. Ja, ze doen het allebei. Ik dacht even dat digitaal naar beneden was gaan. Want ik neem aan dat dat toch gewoon de hele tijd. Uh, juist nee die zijn omhoog gaan zelfs. de digitaal is op uh, is up 1,8 year-on-year. ja en pc en console games in totaal zie ik nu dus inderdaad 2,2% okay. naar beneden ik had verwacht dat dat hoger zou gaan dat mensen nog sneller gaan overstappen naar digitaal aankopen van games maar ik denk eerlijk gezegd dat het dat er niet zo heel veel meer over is van mm -hmm. de van de fysieke markt nee um, Oh, dit zou digital slash physical PC ja, games. Dit ja, weer ik, ik ben veel te snel, uh, <laughs> zonder te lezen, ben ik wel allerlei conclusie aan het trekken. Ja. Um, ja, dus PC heeft het uh, goed gaan, die is omhoog, console games uh, zijn. Wat de fuck is dit nou? Het staat PC en console games zijn down 2,2 procent. Ja. En dan staat er digital physical PC games, die zijn 1,8 procent procent omhoog, ja, precies. Want console games die zijn dus 4,2% down, dus ze hebben het niet gespecificeerd. Hier gaan ze het specifiek Dit Is algemeen, dus alles bij elkaar is het 2,2% down. Uh, maar als je alleen naar de consoles kijkt, dat is dus 4,2% down. En ja, de en PC, PC, PC dus is juist... gewoon beter gedaan, dus met andere woorden, het enige probleem zit hem in console games. Ja. die zijn 4,2% naar beneden. Reden die nieuw zo aangeeft is uh, het gebrek aan grote releases. Dan kan ja. ik me wel een beetje wat bij invoeren, want 2022 was echt een stuk minder als uh, het eerste. Kwartaal van dit jaar. Nou, en ik vind nog wat anders. Uh, Game Pass. Game Pass gaat gewoon een hap nemen uit de verkoop van console Games. Zou ook weet zeker ja, kunnen, omdat ja. die de inkomsten van console Games natuurlijk niet. De Game Pass zit er niet bij. Mm -hmm. uh, en ergens bovenaan, ik weet niet helemaal bovenaan het artikeltje wat je net opende, nou, daar het open. staat dat. Um, de uh, US en China alone mede op 48% of de Global Game Market. Yeah. Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik dacht dat Amerika alleen al 48% innam. Dus ik denk dat Amerika professioneel veel groter is uh, in de console markt dan dat China dat is. Mm -hmm. um, dus dat zegt ook wat over die decline van die console games. Zij zeggen van ja, er zijn weinig titels. Oké, okay, dat is waar. Mm -hmm. Maar ik denk ook gewoon keihard dat um, uh, dat Game Pass een hap eruit neemt. en misschien ook wel die Sony heeft ook een dergelijke dienst toch dus misschien ja, dat nee, dat zeker. ook wel uh, ja uh, absoluut uh, uh, recessie natuurlijk ook mensen hebben iets meer geld zijn misschien iets meer picky er waren weinig echt 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 must haves wat je ook ziet, en dit is natuurlijk iets wat we liever niet horen, um, is ook uh, dit, dit feit, dat het ook belangrijk zijn. En dat is natuurlijk van... Uh, among the business trends that we're, that were observed, the intelligence firm notes, en dat is nieuws, that more AAA en AA publishers are moving franchise to live services and subscription models. It named Fortnite, Minecraft and Roblox examples of why firms will launch fewer new titles and focus on expanding the lifespan of established series. En ja, waarom that, vind je dat dan niet interessant? Uh, nou ja, kijk, ik, 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 word, ik ben een beetje klaar met die live service games, weet je? Of van ik vind het niet allemaal tof, maar dat is wel waar de industrie naartoe gaat. En dat. dat, dat, ik, dat vind, ik ben ja? het mee niet eens, man. Nee. Ik vind, wat ik juist zo tof vind aan die games is dat ze zo lang in leven worden gehouden. Neem nou okay. Minecraft, weet je? Ik bedoel, hoe oud is Minecraft? Oud? 20, 25 jaar, zoiets. <sijf> Misschien nog wel meer, man. Ik ga het opzoeken voor je. Ja, hoe oud is Minecraft? En, uh, um, dit is een mooie ChatGPT vraag natuurlijk. Nee, ja, ik, ben, ik zit helemaal in ChatGPT. <laughs> maar uh, Minecraft videogames. Videogame serie. Video game serie. Uh, we kijken uh, 2011 zo te zien. 2011 is die begonnen? 2011. Nee, toch. Ja. Veel eerder dan. Minecraft Wikipedia is altijd waar. 2009. Ja, 2011 inderdaad. Toen kwam je uit. Oké. Okay. Dus maar dat is nou, nog dat is ja, oké, okay, het is iets minder dan 20 jaar, maar 12 jaar. Ja. Nee, niet 12 jaar. Ja, 12, 12, 12, 12 jaar. Ja? Ja. 12 plus 11 is 23 en we leven nu ja. in 2023. Oké, okay. kan er niks anders van maken. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat, uh, uh, dat ze dus tien jaar lang die game. Uh, dat ben ik met je eens houden. Uh, ik zie gewoon wat een, wat een populariteit dat heeft. Uh, uh, zeker, Dat ben ik ook wel met een je eens hoor. Als, een, als een, een, een live service game goed is, dan is het, uh, dan is het absoluut de moeite waard. Alleen. De tijd die je hebt. Als je Minecraft speelt, kun je nog niet zes andere live service games hebben. En het is ja. de gok die iedereen neemt om in één keer af te stappen van het singleplay model. En allemaal naar de live. en dat wordt dan ingegeven door economische um, redenen. En um, wat, wat hier ook aan belangrijk is, en dat is de discussie die ik veel heb online met, met mensen die nog, nog heel erg. Uh, Aangaande Activision Blizzard. Ja. Euh, zeggen nee, maar PlayStation. Ik euh, bedoel dat ik bedoel, Xbox verkoopt nog steeds weinig consoles. En hun games zijn niet goed. En PlayStation heeft goed. Dan denk ik van. Maar wat ze niet zien. En wat Sony denk ik wel degelijk ziet, is die verandering in de industrie. Qua het uh, wat je betaalt voor games en welke games uh, nog betaalbaar zijn. En maar dat, ik, ik vind, ik vind dat een heel goed punt. Want ik heb ik heb zelf namelijk uh, een kleine analyse gemaakt van mijn mm -hmm. uh, game aankopen over de ja. afgelopen tijd. En ik was mijn mijn boekhouding over 2022 aan het doen. <clears throat> en ik zat te kijken van ja, waar, waar, waar heb ik nou geld aan uitgegeven. En om heel eerlijk te zijn, uh, het leeuwendeel van het uh, geldbudget uh, bij mij thuis, uh, daar komen mijn kinderen mee. Maar ik wil dit spelen, ik wil dat ja, spelen, ja. Weet je? En Dan vind ik het altijd wel leuk om mee te kijken en misschien kan ik er wat voor Game Kings mee doen. Nou goed, en hoe? Um, ik zag een hele duidelijke verschuiving. Ik heb bijna geen Triple A games gekocht de afgelopen jaar, echt mm -hmm. bijna niet. Ja. Uh, wat ik wel uh, veel gekocht heb, dat zijn in-game. Dingen voor mm -hmm. bepaalde games. Uh, DLC's. Maar ook gewoon. Uh, uh, ja, coins om yeah. bepaalde maps te kopen. Dat soort dingen. Um, dat is populair bij mij thuis. Maar ook, en dat is echt opvallend. hele specifieke indie games. Mm -hmm. Dus titels waar je echt serieus. Jij hebt daar nog nooit van gehoord. <laughs> En vroeger hadden dat soort games hadden geen budget. Ze kostten ook maar vaak een tientje of 15 ja. euro of zo. Die games hadden gewoon geen budget. Dus die werden niet gemarket. Je had ja. er nooit van gehoord. Maar nu tegenwoordig zie je gewoon van dat um, er gaat budget naar. YouTubers toe of naar Twitch-streamers en dat is hoe een hele nieuwe generatie gamers in aanraking komt met mm -hmm. ontzettend niche in die games en die vervolgens uh, willen ze die games hebben en dan ja, ja staan ze op Steam of op, uh, uh, op, op de, de Microsoft Store of whatever. Weet je, mm -hmm. ze staan gewoon ergens. Het zijn wel weet, vaak andere bedragen, toch? Dan hebben we het niet over ja, 70 euro. Nee, 16 euro, 20 euro maximaal. Ja, okay. weet je, gewoon ja. Het zijn redelijk goedkope games. En dan denk ik gewoon wel van ja, maar als ik kijk hoeveel tijd er in die games gaat zitten, mm -hmm. het zijn gewoon volwaardige game-ervaringen. Ja. Dus waarbij wij vroeger, uh, weet je, dan kregen we een nieuw. Uh, ik had dan bijvoorbeeld de computer en videogames, weet je, dat was dan een, een Engels games magazine. Dat kwam uit en dan kon ik er een bladeren en dan zeg ik van, oh, die game komt uit, die moet ik hebben. Of die game komt uit, die moet ik hebben. En nu tegenwoordig, dat hele ding is verschoven naar YouTube. En um, weet je, een paar uitzonderingen daar gelaten. Dus ik bedoel, kids bij mij thuis verheugen zich ontzettend... op Minecraft Legends bijvoorbeeld, die aangaat, uh, volgende maand uitkomt. Maar je ziet gewoon dat die, dat die YouTubers die zijn in staat om een doelgroep te bereiken die mm -hmm. je met mainstream media niet meer bereikt. Nee. Dus de, die hele wereld is gewoon veranderd. En dan denk ik: van ja, natuurlijk verkoopt een Hogwarts en een Diablo dat zal altijd nog wel goed blijven gaan, maar dat is een andere doelgroep. Ja. En als je gewoon kijkt, de, ik, ik denk dat dat indie games gewoon een gigantische hap hebben genomen uit die markt. Dat en je? ik denk dat het volledig afspeelt buiten het zicht van nieuwsom. Uh, ja. Ik ken Yuzu uh, daar ook verder niet goed. Ja, ik, ik weet niet of dat inderdaad in kaart wordt uh, gebracht. Ik bedoel, sowieso lijkt het me fucking moeilijk om... Precies die cijfers goed te hebben, want over het algemeen zijn Pubbers en Retail zijn niet zo heel erg happig om precies te laten weten wat er allemaal wel verkocht wordt. Precies, maar goed, anyway. want Steam heeft die cijfers, Microsoft heeft die cijfers. die delen het gewoon niet meer. Nee, uh, precies. Het is een beetje gissen van elkaar. Iets wat je trouwens ook ziet in Activision Blizzard-zaak uh, uh, en waar ik het straks even over ga hebben, is dat Microsoft ook moet gaan gokken van: oké, okay, wat is de omzet van Google, wat is de omzet van Amazon, wat is de omzet van Sony om zichzelf uh, uh, laag in te zetten. Mm -hmm. uh, je weet het allemaal niet. Um, het feit is ook, hè, ik heb nog wat oude interviews met Sean Layden, uh, oud uh, grote jongen bij Sony, die op een gegeven moment is weggaan. Die zei ook al van uh, de huidige manier waarop wij en, en had hij het ook over Sony, first party titels produceren, is gewoon niet meer uh, hanteerbaar in de toekomst. Gewoon, ze worden peperduur. Terwijl. Um, er zijn allemaal anderen, inderdaad. Die markt is zo aan het veranderen. De prijsperceptie gaat omlaag. Mensen willen niet meer. Of in ieder geval, kids groeien niet meer op met 70-80 euro games. Nee. Uh, je kunt niet 70-80 euro games uh, doen. En dan ook nog eens een microtransactions vragen. Weet je. Het, het is allemaal aan het veranderen. Maar weet je wat ik ook mee vind. Dat klinkt heel stom, hè? maar ja. ik, ik bedoel, uh, ik heb afgelopen weekend ben ik getuige geweest dat ze. Um, er werd een of andere game gespeeld bij mij thuis. Die ja. heette wobbly, wobbly life. Wobbly life. Wobbly life. Je gelooft het niet. Het is een soort. Uh, 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 kinder GTA, een soort kinderopperwereld, waarbij ja, je een soort werk uh, moet zoeken. En dan ja, het is ja, wobbly life. Het is wel wobbly. Ook. Life, oh, kijk, ja. hier op, daar staat hij al. Hij staat echt bovenaan. Wobbly Live. Ja, nou, hier gaan we Wobbly Live. GTA 6 is awesome. Ja, kijk, dit is Wobbly Live. Dit is Wobbly Live. Hier heb ik het hele weekend uh, van kunnen meegenieten. Ja. Dit is uh, leuk voor alle leeftijden. Je kan, uh, het is open wereld. Je kan rijden, nou, weet ik veel, whatever. Nou goed, anyways. Um, dit is dus een goed voorbeeld van zo zo'n 16 euro game. Deze kan je local multiplayer doen. Split screen. Met, uh, met vier personen, als je ja. dat wil. En dat uh, um, ik heb gewoon gezien dat dit een heel weekend lang gewoon met veel gejoel en gejuich gespeeld werd. Ja. En, ik en ik denk, ik gewoon van ja, weet je, dat is gewoon. Ik, heb ik, ik zag plezier als wat ik vroeger met vrienden op de bank. Met ja, 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 ja. En dan had ik echt zoiets van ja, maar fucking hell. Wees gingen met elkaar afspreken ja, dat we nu de tunnel in gaan met al onze uh, vrachtwagens. Weet je. En dan kom ik met de vorkheftruk. En het is, ja, weet je, het is een soort kinderlijk plezier. En je denkt gewoon, soms, soms is er ook niet zo heel veel voor nodig om gewoon mm -hmm. veel plezier te hebben. Ja, ja, inderdaad, de, 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 de manier waarop spellen uh, uh, geconsumeerd worden en wat mensen leuk vinden, um, dat verandert. Terwijl natuurlijk best wel veel partijen vasthouden aan wat ze al heel lang doen. Ja. En op een gegeven moment kan dat dus op een gegeven moment omslaan. Nou, zie hier een voorbaat, uh, voorbeeld van Wobbly Live. Aan de andere kant is ook zo: uh, als je opgroeit dat spellen uh, uh, dat je alles ook gratis kunt vinden of voor een paar euro, dan ga je gewoon niet 70 euro praten. Die groeien daar niet mee op en vandaar ook die subscription models dat dat heel erg een toekomst kan hebben. Is dat levensvatbaar? We weten het niet. Ik las wel dat Netflix uh, op dit moment als enige uh, winst maakt, de rest allemaal nog niet. Ja. Um, Uiteindelijk, ja, je moet monopolie hebben. Je moet uiteindelijk de allergrootste zetten. En dat is lange adem. Dus ja, daar, daar valt nog wel een hoop um, te zien. Maar goed, we zien dit dus nu ook al in dat rapport van Newzu. Inkomsten gaan achteruit. Dat zal een deel recessie zijn, maar inderdaad ook een deel verandering van uh, uh, ja, welke spellen mensen spelen. En uh, inderdaad, je kan wel 100 service games op de markt gooien, maar je hebt er maar tijd voor één, weet je wel. Dus, of ja. twee. Allemaal issues waar de industrie nu mee deelt en die het voor hun fucking moeilijk maakt. Ik, ik... ik doe nog heel over die teruglopende verkoop. 4,2 ja? Gezien het feit dat ik denk dat er een boel... of tenminste een deel van het marktaandeel... wordt opgeslokt door de Game Pass diensten. Mm -hmm. Ook Sony natuurlijk. En een ander gedeelte... een verschuiving is naar bepaalde indie games. Denk ik eigenlijk dat ook... Ik bedoel, we hebben in 2022 gezien dat corona voorbij was. Dus eigenlijk die thuisblijfhype was afgelopen. Dan vind ik de terugval van 4% echt heel, heel, heel erg mild. Ja, ik vind het gewoon meevallen. Nee, nou ja, dat is grappig. Ik was bij een hardwarepartij en die zeiden ook van als je kijkt naar... Kijk, die, die 2020 en 2021, dat waren extreme jaren. waar waren echt... Iedereen moest thuis zitten. Iedereen had geld over. En iedereen had ziet, Fucking hel, dit moet nog 20 jaar. Zit ik in lockdown. Ik ga een fucking groot scherm kopen. Met alles erop en eraan. En, mm. en nu zie je in één keer dat dat weg is. En dat de budgetten helemaal naar nul worden bijgezet. Omdat ze gewoon veel minder verkopen ten opzichte van het jaar ervoor. Maar als je 2019 neemt, dus het jaar voor. Dan zijn ze nu meer aan het verkopen dan in 2009. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat mensen niet meer kopen... Alleen die hele hoos is voorbij, die, die insane host. Dus ik, nou, ja. maar ik, ik denk ook dat dat te maken heeft met, kijk, er zit gewoon een hele grote crisis aan te komen. En mm -hmm. het is altijd heel erg lastig om te zeggen van wanneer komt die dan? Ja. Weet je, we zien banken omvallen. Uh, in Amerika zijn er nu al vier volgens mij omgevallen. Mm -hmm. We hebben hier Credit Suisse gezien die voor de poorten van de hel is weggesleept door een andere concurrent. Ja, USB. Uh, UBS. UBS. Inderdaad, en... Um, we gaan dat hier in Europa ook krijgen. dus je, je, je gaat overal ga je gewoon crisis zien. Ja. Dus de meeste bedrijven die gaan nu zoiets hebben van, weet je wat, de kraan gaat dicht. Ja. We gaan even consolideren en we gaan even kijken uh, hoe we de budget uh, uh, efficiënt, zo efficiënt mogelijk kunnen uitsmeren. Want ja. ja, weet je, misschien moeten we eventjes voort hiermee. Het was alleen nog niet te zien in de verkoopzijde. Want ik sprak ook wat mensen van retail. En dat, dat was wat grappiger. Dat vond iedereen opmerkelijk. Iedereen had verwacht van iedereen doet nu de hand op de knip. Maar dat is dus niet zo. Maar dat kan ook een soort zijn van oké, okay, nu kan het nog. En dan doe ik het ook. Ja, want dingen worden ook duurder. Hè? En ik denk ja. dat mensen dat ook zien. Uh, weet je, ik zag dat Apple de, de iPhone duurder gaat maken. Dus dingen worden duurder. Dus dat is ja. vaak een reden om gewoon nu al je geld uit nu te Nu even je scherm te koop. Ja, um, ja ik ben benieuwd. 2023. Um, aan de ene kant veel betere releases. We hebben toch echt wel een aantal grote games al gehad. Diablo komt eraan, Starfield komt eraan, uh, Spider-Man komt, er zit veel meer. Dus wie weet gaan we nu toch dat het weer omhoog gaat aan de andere kant. Misschien die subscription models, dat die ook allemaal weer... Happen eruit gaan nemen. Het blijft in ieder geval spannend op dit moment. Weet je wat ik, huh? wat ik raar vind nog even over dit rapport? Uh, we krijgen hier een soort uh, algemeen. Ik weet zeker dat het uiteindelijk rapport veel. Uh, ja, maar dit is natuurlijk ook een journalist gaat. die schrijft over dat rapport. Hè? Ja. Dit is niet het rapport zelf. Nee, dat snap ik. Ja. Ik denk dat je um, naast dit rapport uh, de aandelenkoersen uh, van bepaalde uitgevers moet kunnen leggen. Mm -hmm. Zodat je ook een analyse kunt maken over uh, hoe gaan. AAA-uitgevers. Hoe, hoe doen die het? Hoe gaan uh, indie-developers uh, uh, um als er al cijfers van bekend zijn. Zodat je een klein beetje een vergelijking kunt maken van. Er is een verschuiving gaande in die gamesindustrie. Ja. We kunnen het zien aan dit rapport. Je weet het. Je voelt het aan je water. Maar het is heel lastig om exact inzichtelijk te krijgen. Ja. En daarom. Ik, ik, bedoel, ik zou het heel tof vinden als wij weer ons uh, grote Gamekings onderzoek uh, in ere gaan herstellen. Mm -hmm. En ik ga er echt tijd in steken uh, binnenkort. Om dat, uh, om dat weer ja. op te zetten. Omdat ik het juist interessant vind. Om te kijken van hoe verandert dat gamegedrag. Ja. En dat. Uh, oh, leuk. Ja, ja maar want maar we goed. hebben natuurlijk een grote doelgroep die ook uh, bijvoorbeeld kinderen heeft uh, thuis, en misschien daar ook weer een veranderend patroon ziet. Ja, um, gaan we doen. Um, dan gaan we even naar Square Enix, um, die uh, ja, pff, gaat niet. Heel erg lekker. Gaat ook niet super slecht hoor. Want hun inkomsten waren nog wel redelijk onpar. Maar dat is dan voornamelijk Final Fantasy uh, die het goed doet. En dan wat andere games aan de andere kant. Forspoken, Babylon Fall. Uh, behoorlijke floppers. En dat zijn geen goedkope games. Um, Switch van de Macht. Is een andere baas gekomen. Zijn een aantal mensen uitgegaan. Maar ze blijven toch nog een beetje vasthouden aan NFT's. En deze vond ik wel leuk. Dit is een beetje een soort van idee van een NFT game. Waar ze mee bezig zijn. Die heet Symbiogenesis. En... Ja, ik zat het een beetje te lezen. Ik snap het nog niet helemaal. Maar um, het komt er bijvoorbeeld op neer. Je, je kan zes missies spelen. Ik moet even gaan kijken hoe ik dit allemaal goed. Um, ja, Progress to the main story in the missions. Clear the great missions. Uh, even kijken, waar zit het? Oké. Okay. Oh ja, hier. Z uh. Symbol Symbiogenesis story is broadly divided in two types. The main story consisting of all 6 chapters that can be read by anyone and the individual stories held by each character. Now, this is the main story you je spelen, but the story held by individual characters is different and although initially locked, they are progressively unlocked through the cooperation of all players. Unlocked stories have two parts, one that can be read by anyone and one that can only be read by players holding either the character NFT or the replica NFT. En dan zit op een gegeven moment het hele aan het eind. Uh, er zit dus ook nog het feit in. En dan moet ik even zoeken waar ik dat zit. Waar, waarom heet het red? Is het ja. een boek of zo? Of wat? Ja, waarom het red is, weet ik inderdaad ook niet. Uh, die kan je meemaken. En je hebt dus zes missies. En dan kom je bij een eindmissie. En die eindmissie die kan alleen maar gespeeld worden door drie spelers. En de rest kan dan meekijken. En dat. Is dan ook weer gekoppeld hier. Only three players will be able to participate in this world mission. Leaving other players as spectators of the outcome. Het, het wordt zo volledig fucking, onduidelijk. Ja, het is zo fucking ingewikkeld ja. allemaal. En, en kunst, gekunsteld allemaal met van. We hebben het hier ook vaak over gehad. Ik vind het een beetje vergelijking met, met premium. In die zin van. Je wil ergens geld aan verdienen. Maar de enige manier om geld te verdienen is dan mensen iets onthouden. Iets negatiefs. Van oké. Okay, uh, tot hier en als je nu wat wil, dan moet je wat betalen. Ja. Dat is vaak helemaal niet zo'n goede um, voedingsbodem voor enthousiasme voor iets, weet je wel. Dit ook, ik zie allemaal van, uh, het, mag, maar, het mag, maar als je het dan echt wil doen of als het echt leuk wordt, dan moet je een NFT kopen. Ja. Dat gaat gewoon geen enthousiasme uh, 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 brengen, dus ja, ik, ik... Nee, ik denk, wat dat betreft, ja. kijk, dat hele NFT-verhaal is dat is zo dood ja, dat, als een dat, pier. Dat, dat, dat dat klaar. Op, ja. Ja. Maar goed, dit soort games zijn natuurlijk al een paar jaar in ontwikkeling. En uh, wat je altijd ziet als, als iets niet makkelijk te verkopen is. Als het niet een duidelijke uh, meerwaarde heeft. Dan krijg je een soort van zee van on ondoordringbare bagger. Waar je dan moet proberen een klein beetje... Uh, um, ja, een soort te, te begrijpen waar het over gaat. Dat is heel erg lastig. Ja. En dit is een goed voorbeeld daarvan. Weet je? Ik bedoel, ik weet het niet. Ja, Als je ik, niet in drie, drie, drie stappen kunt uitleggen waar je fucking game over gaat, dan heeft die hele game geen bestaan zeg. Nou ja, ik, ik, wat ik hier. en Het is een beetje een soort van metafoor voor alles op dit moment, in de industrie. Is die totale geen grip hebben op de situatie. Uh, van uh, ik heb een probleem. Ik maak nu games. Uh, zoals voorspoken. En, en die verkopen niet. En dat kost me hartstikke veel geld. Fucking, ik moet geld ergens vandaan halen. En in plaats dus. Te gaan kijken van oké, okay, zijn we misschien niet te groot? Moeten we weer terug naar de core business gaan? Oh, fucking, waar, waar zijn nog meer middelen om geld te verdienen? Nou, service games, iedereen stort zich daarop. NFT's, nou, er zijn nog een paar partijen die daar aan vasthouden. Maar het basisidee is gewoon een vette game of een, een leuke experience. En niet dus van dit soort, zijn ze al helemaal bezig met de techniek en, en waar dan geld aan verdiend kan worden. Het is een beetje paniekvoetbal allemaal. Ja, en, um, ja dat vandaar ook al die problemen bij al die uitgevers, die kleinere uitgevers, ook Square, weet je wel, die dan weer een beetje van, ja, gaat die nou wel of niet? Wordt die door Sony gekocht of niet? Bla, 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 Tencent. Maar kijk, al die, oh. grote, al die grote uitgevers hebben zo'n ontzettend probleem. Ja. En dat is gewoon dat zij... Uh, al dat geld moeten investeren. En vervolgens games uitbrengen die allemaal kut zijn. Ja. En het is zo raar dat zij denken. En dat is het hele ding. We moeten helemaal terug naar de basis met die games industrie. Mm -hmm. De basis is creativiteit. En je hebt gewoon een, een, een creatief team heeft de ruimte nodig om iets creatiefs te maken. Ja. En wat je ziet in die kut industrie, is dat een creatief team. Die komt met een concept op te proppen. Vervolgens komt daar een deadline op. En een, en een Excel sheet. En nog een manager die het moet monetizen. En weet ik veel. in het eind van de rit. Alles wat er leuk kan was, is er helemaal uitgeproduceerd. Het is zo ja, dood als een maar, pier. Maar, Niemand wil het spelen. Maar dan nou snap ik ook wel dat. Um, een idee. Bitchen bij gamers is last. lastig. Laat ik gewoon een zo'n soort die, die wobbly wobbly game. Hoe heet die nou? Wobbly, wobbly life. Wobbly life, weet je, dat is. Kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen van wat de traditionele business doet: van het moet meteen af zijn, groot, brrr, weet je wel. En dan zet ik in de markt en dan maar hopen dat het, dat het lukt. Nou, dan neem je dus een enorm risico, want mm. uh, je gaat heel veel geld. Of, en dat is meer de indie kant op: van laten we gewoon, we hebben een idee. Wobbly life, weet je, een beetje GTA, maar dan wobbly. Mm. En dat, dat zetten ze dan klein in de markt. Want als ik even zat ja. te kijken, het. het het ziet er nog niet heel erg goed uit. Yo, die game is gemaakt voor uh, voor 1,2 miljoen. Ik zeg nou, precies. Dus uh, en gaan heel veel mensen gaan spelen. Het wordt een soort hitje onderling. Het gaat op YouTube, dit en dat en steeds meer mensen willen spelen en dan ga je het opbouwen. Dan zeg je: "Hey, fucking, er is markt, weet je wel? Weet je wat? We gaan we gaan we zijn nu met 12 mensen. We gaan we gaan er gewoon 8 mensen bij nemen en dan gaan we ja. gaan, dan wordt het wat duurder, weet je? En zo bouw je het op. En op een gegeven moment heb je maar een dat hit. Is dus games as een service wat jij omschrijft. Ja, maar wel uh, som, wat met minder risico dat je klein gaat beginnen en al die grote partijen die die gooien er meteen Zoveel geld in, waardoor die druk enorm wordt. En als het dan flopt, is het meteen 200 miljoen schade. Nou, er is nog iets anders aan de hand. Dat vroeger. Ja. had je gewoon, had je een hit bijvoorbeeld. Er was één game, die was dan een hit. En dan gingen al die uitgers dat namaken. Ja. En dan zag je bijvoorbeeld dat uh, weet je, GTA was heel populair en iedereen wilde dan een GTA-game uh, mm -hmm. hebben. En dan lukte ze het niet echt nee. om die wereld na te bootsen. Dus dan gingen ze zeggen van, oké, okay, weet je, we gaan een GTA-achtige game maken, maar we maken de gunplay veel vetter. Mm -hmm. Of we maken het verhaal veel... Of we gaan een verhaal uh, in Hongkong, weet je. Ik, ja. doe, ik weet nog, uh, uh, Sleeping Dogs was daar een goed ja. voorbeeld van. En wat je krijgt, zijn allemaal soort van fantastische games die misschien niet kunnen wetteijveren met GTA, maar wel een beetje in dat omvalt zitten en je wil alles spelen omdat het gewoon vette games zijn. En het waren kleinere teams. Nou ja, dat ook natuurlijk. Ja. Ik, ik, ik ik blijf erbij van het hoeft allemaal niet zo gigantisch te zijn. Nee, maar ja, wie vertelt het ze? Ja, nou ja, het probleem is <laughs> en dat is echt het allergrootste probleem is dat dit een creatief proces kan alleen maar bottom up. Beginnen. Dat ja, kan alleen nee, maar. Zo, ja. Weet je, dat is wat creativiteit. Je staat onder de douche en denkt van, Fuck, dat is vet. Dat is een tof idee. Ja. En dan ga je proberen om de andere enthousiast te krijgen en dan gaat voor die game ga ik enzovoort. Wat ze nu doen, ja. is dat er gewoon een van de anti-creatieve manager ja, er zit. Die zit ja. aan een Excel sheet te kijken en ze zegt: We moeten dit jaar die game. Nou, dan gaat die. Die gaat 100 miljoen stuks verkopen. Dan kunnen we 200 miljoen uitgeven aan development. Dan hebben we 85.000 developers nodig. Ja. En dan gaan we studio en dit en dat en moeten we nog iets kopen en bla, bla bla bla. En er is gewoon de alle ziel... is er al nog nee, voor het project begonnen. Tuurlijk, ik bedoel, die mensen van Wobbly, uh, Wobbly Life die, die zaten waarschijnlijk op Wobbly... bureaustoel in een Wobbly kantoor... en die hadden zoiets van, fucking hell, ik heb een leuk idee... Weet je wat dat is? Zullen, zullen we het gaan maken? Nou, okay. dat is gewoon een indie developer die kinderen heeft. Exact, gewoon. En die wil gewoon mag. een game voor zijn kids maken. En die ziet gewoon wat ze leuk vinden. Wat er gebeurt bij, bij Square en bij Ubisoft is dat de manager zegt: van... Oké, okay, uh, we gaan nu een game maken. Die moet ongeveer 10 tot 12 miljoen minimaal verkopen. Er moet live service in, dan de omzet die we dan maken is ongeveer 20 miljoen per jaar. Weet je wel? En ja. kunnen jullie maken voor mij. En dan. Ja, nee, maar dan krijg je gast die zegt: oh, Kut, we moeten iets verzinnen. Nou, ik? laten we dan maar Battle Royale doen. Weet je, en dan. dan er is er, er niemand ja. die bij Ubisoft of Square kan zeggen: hé, hey, ik wil een Wobbly live maken met vier mensen. Weet je, zegt hij ja. van het doen we normaal, weet je wel. Dat heeft geen. Maar, maar dat, dat, is... was, dat deden ze vroeger wel. Vroeger, vroeger was, was dat Ubisoft wat meer, had ja. ook zo'n zo zo indie afdeling. Als ja. ik een keertje op zo'n trip geweest, waar al die gasten ontmoet, dan denk ik ook van ja, het. het en dat was echt niet slecht, weet je. Zat, ik kan me een game herinneren dat dat this War of Mine, weet mm -hmm. je, dat was zo'n zo indie game, hartstikke goed, weet je. En ze hadden gewoon een aantal games. Het was gewoon niet slecht. Nee. Het was niet triple e top maar dat hoeft niet altijd. En soms moet je jezelf opnieuw definiëren. En dan moet je gaan zeggen van, weet je, we gaan allemaal we gaan geen triple e games nee. maken. We gaan double A games maken. En dat doen we met kleine teams. En als er wat leuks bij zit en er zit een hitje bij, nee, ja. hey, dan schalen we wel op. Maar zo, ik weet niet, zo werkt het en, nu, en niet meer. En dat is een van de voordelen. Kan het zijn van een Game Pass of een PlayStation Plus uh, constructie waarbij een, een, een studio gewoon van tevoren een bedrag krijgt om iets te maken waardoor je een beetje los zit van dat, dat, die druk die boven van ik moet nog ja. iemand vinden? Dat zullen geen AAA, want dat kan niet. Maar dat zullen dan wat kleinere games zijn. En, en wie weet gaat dat dan wel uh, wat veranderen. Goed, um, sluiten we af met Activision uh, Blizzard. Nee. Um, um, dit vond ik eigenlijk wel leuk. Het begint nu een klein beetje duidelijker te worden. Um, en misschien was het ook wel duidelijk, maar. Als we kijken naar deze hele discussie. en um, Dan focussen wij ons hier ook, maar op social media ook heel erg op PlayStation, volgens Xbox, console, weet je wel. Maar waarom wil Microsoft nou eigenlijk Activision Blizzard hebben? Dat is natuurlijk ook een deel console. Maar veel belangrijker, en dat was wel leuk, um, als je kijkt naar deze gegevens. Die mobile markt uh, is, uh, is 103 miljoen uh, van die 196. Dat is verreweg het grootste. Hm. Uh, Tencent 32 biljoen. Uh, Apple 14 biljoen. En Alphabet 12 biljoen. Dat is vele malen meer dan dat Xbox op dit moment doet. Vele malen meer. En toen kwam in de Financial Times kwam ook het bericht erachteraan. Um, en dat wordt ook steeds duidelijker omdat ze nu bezig zijn met de EU. En de EU heeft eigenlijk al een beetje laten weten dat het qua console allemaal wel oké okay is. Ze maken zich nog een beetje zorgen over cloud en mobile. En Microsoft heeft er uitgelegd van. En dat komt nu naar buiten. Zij willen Apple en Google gaan aanvallen. Dus er komt een Apple Store, weet je wel, met games erin. En wat heb je dan nodig? Je hebt games nodig. En wat kan Activision Blizzard. Leveren Call of Duty mobile en King. Ja. Met, en, en daar zit zoveel meer geld. Dus wij focussen heel erg op die consoles en PlayStation. Maar eigenlijk is dat een beetje peanuts. Nou, ik, ik, ik vind het echt super slim. Mits ze zich realiseren waarom. Apple en Google zo... On, waarom die stores zo kapot zijn. Ja, is en als, zij, als Microsoft een, een, een games app store... een mobile games app store gaat bouwen... Mm -hmm. uh, zon, met alleen maar betaalde games... of game pass games... zonder dat, dat microtransaction service model... Mm -hmm. zodat die games weer gerepareerd worden... die erin komen. In ieder geval dat er werkende games in komen. en Dat je niet games hebt die beginnen te zeuren... en te zeiken en te zaniken ja. over aankopen. Of sterker nog via slinkse wijze... Uh, uh, je telefoon omhoog gooien. Ja. Dat is de reden waarom ik zoiets heb van ja, nee, maar die uh, Apple en Google Play Store. Die moeten gewoon uitstaan op een mobiele telefoon. Weet mm -hmm. je? Ik bedoel, want het is alleen maar rommel. Ja. En als Microsoft zegt van hé, hey, maar uh, wij, gaan, wij gaan dit weer herstellen. Uh, dat zou fantastisch ja, ja, nieuws zijn. Denk, je maar, denk maar eens even naast. Stel nou inderdaad dat uh, deze deal gaat door. En, en ik, ik bedoel, Xbox, we krijgen ons dingetje er allemaal hartstikke leuk voor gamers. En het en, en, en gaat zeker tof zijn. Uh, als we even naar mobile kijken, ik speel wel eens op mobile, maar um, ik vind het heel moeilijk om iets te vinden. Omdat inderdaad, heel veel van die shit is allemaal. Dan is het wel gratis, maar dan pff, de hele tijd die reclames erin. En dit en dat. Het is niet meer leuk om te spelen daardoor. Wat nou als Microsoft op een gegeven moment een store heeft waarvan zegt van oké, okay, je kunt voor mij met alles loskopen. ik prima. Mm -hmm. Maar je kan ook, weet ik wel, ja, Gamepass Game, nemen. Game Pass nemen. Ultimate, dat en, moet er gewoon in zijn. En voor jou, uh, en dan kunnen jouw kids gewoon gras duinen. Ja. Ga gewoon maar lekker spelen. Ga maar We moeten maar lekker er niet van die federale functie. We gaan er een soort van, van controle over heffen, een beetje, weet je wel. Dat zit er niet in. En als je het gewoon los of dat komt een aparte divisie, dan kan je daar goed koken. Zo'n zo abonnement, dat vind ik wel heel interessant. Want ik vind het best wel leuk om gewoon eens dingen te proberen. Want ja. Er zitten best wel leuke dingen tussen, maar ik zie het niet. En dan ik ga ik niet betalen. Dus. En nou, ik, ik heb ook ik heb dat probleem. Ik zit er aan te hikken om een iPad te kopen. Ja. En het bizarre is dat ik, dat ik me realiseer dat ik eigenlijk uh, dat uitstel omdat ik. Er zijn geen games op die iPad die ik wil spelen. Nee. En dat is iets wat dat ik toch zoiets heb. Van, ja, maar. Weet je, het is zo'n mooi ding. Ja, ja. Je wil daar games op spelen. Mm -hmm. En ik bedoel, ik ben zo teleurgesteld in die, in die mobile games. Die ja. hele sector is zo. Uitzichtloos kapot ja. voor mij. Dat ik zoiets heb van ja, maar dat ja, hoe gaan we dat fixen? Weet je? En, ja. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vraag naar is. Er is heel veel vraag naar is goed. Uh, niet voor niets dat er het meest geld aan wordt verdiend. Dus mensen willen. Ik bedoel, ik zit er ook de, de geloof ik 2,5 uur per dag in de trein. Um, je hebt, ik heb nu tegenwoordig die backbone, weet je? Dat ik gewoon heb met telefoon ertussen. Heb ik gewoon. Het controles zijn nu goed, ja. weet je? Je wil content hebben en ik zie het niet. Er is geen duidelijkheid en de helft van die shit is gewoon verneukt door. Economische, rare, vuige systeempjes die erin gebouwd zijn, wat als Microsoft uh, dat gaat aanpakken en wat ik al zeg: wij focussen ons zo heel erg op die PlayStation en het wordt, het wordt allemaal smeriger en smeriger met journalisten tegen elkaar. Weet je, het gaat alle kanten op, maar eigenlijk zijn ze veel meer bezig met die cloud, met met Amazon en Google en PlayStation. Is voor hun ook het is, het is leuk en aardig, hoor, maar dat daar gaat het niet om. Om die, ja. ik las ook iets van: stel dat die deal doorgaat, um, dan loopt. Dan kunnen ze, geloof ik, 3-4% afpakken van PlayStation, van gamers. Weet je, dat is niks. Daar ga je Game Pass ook niet op bouwen. Dat, nee. Daar zit het hem niet op. Dus andere strategie. Goed, anyway. Um, ja, we blijven het gewoon volgen. Volgende week, een nieuwe Piepshow.